Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit het Moreelse Park in Utrecht. Heel zonnig bij de bouwput die het hier is met de Catharijnesingel. Maar dat wordt allemaal beter. Misschien wel onder leiding van een Belg. Wie zou het weten? De beste wijsheid namelijk komt uit België. Dit is geen grap. In Nederland zijn Belgen de hoogste baas van multinationals. Nederlandse kranten worden geleid door Belgen. Gerd De Smyter is Belg en heeft belangrijke dingen gedaan voor BNR. Maar nu even niet, want vanmiddag wordt zijn Belg in de boardroom gepresenteerd. De Belgische aanpak voor ambitieuze managers. Hij gaat het dus allemaal uitleggen hier in Utrecht. En wat dat allemaal betekent. Het is eigenlijk ook het verdriet van Nederland. Wat is er mis? En waarom doen Belgen het beter? U kunt er naar luisteren, maar u kunt er ook op schieten. Op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten naar Lijn 1. En Lijn 1 apenstaartje radio... Lijn 1 apenstaartje ntr.nl. Lijn 1 apenstaartje ntr.nl. Dat is het mailadres. I follow you. Jongens uit Antwerpen, Triggerfinger. Dat doen ze ook al beter. Bijna, zeg ik. Want wij hebben Blaudzun en Kiteman en Raccoon, Gerd De Smyter. Ja hoor, er is ook niks mis met al die goede artiesten. Maar ook niet met de Belgische artiesten. En als je ziet dat de aandacht is op zich wel groter voor de Belgische muziek. De Belgische artiesten en ook de Belgische managers. Deus. Tom Barman, Niet alleen een muzikant, maar ook een belangrijke voorman van de opinie uit Antwerpen. Ja, artiesten met bezieling en die zich ook gewoon maatschappelijk uitlaten en deelnemen aan het maatschappelijke debat. In plaats van onzin te vertellen tegen elkaar, over elkaar in zaken 1 koningslied. Gerd De Smyter. Moet Guido Belcanto Nederland maar te hulp schieten. En een koningslied gaan zingen. Nee? echt in het Antwerps. Ja, dat zou wel mooi zijn. Of echt een grote dichter als Tom Lanoye. Dat die bijvoorbeeld met een tekst iets zou doen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik vraag me de hele tijd af. Zouden we in België ook zo'n rel kunnen hebben om een koningslied? Ik denk eerlijk gezegd dat niemand in België interesseert zich voor het koningshuis. En niemand zou het iets kunnen schelen, dat hele koningslied. Eigenlijk zegt het ook wel weer wat over de betrokkenheid en de verbondenheid. Mensen willen dan wel een heel goed lied hebben. Ja, nou ja, jullie hebben al genoeg een eeuw lang met elkaar uit te vechten over de Brabantsonne, toch? Ja, en dat blijft ook jullie gewoon diep geworteld zitten. Ja, dat is ook wel zo. Maar je ziet als je nu met alle aandacht voor dat koningslied en dat mensen zich er druk om maken. Ja, dat kun je wel verschrikkelijk vinden wat er allemaal gebeurt. Maar iedereen is er heel erg mee bezig. Nou ja, ik vind het dus een verbijsterende hype ook. Opnieuw ook maakt het heel duidelijk zichtbaar hoe vilijn en gemeen die sociale media zijn. Met mensen als Nico Dijkshoorn die zichzelf beschadigen op deze manier. Nee, maar ligt het aan de sociale media of ligt het aan de mensen zelf? Volgens mij zijn die sociale media alleen maar een kanaal om dat onderbuikgevoel naar buiten te brengen. Mensen denken er inderdaad iets te gemakkelijk over en helemaal niet erbij na. Maar kijk ook eens wat het allemaal brengt. Maar het zegt veel meer over de mensen, denk ik. Ja, en het is ook nog eens een soort blanke burgeroorlog, hè? Uitgevochten met 140 tekens. Ja, op 140 tekens wordt een lied beoordeeld, wordt een gevoel beoordeeld. En het is inderdaad een vrij blank spel wat je ziet. En tegelijkertijd denk ik, ja, als je olie op het vuur wil gooien, dan moet je er ook vooral aan toegeven en dan zeggen dat je het gaat terugtrekken. Terwijl als je nou een beetje zou doorzetten, kijk nou naar alle grote hits. Als je ze de eerste keer hoort, er zijn maar weinig nummers waarvan je meteen denkt, dit wordt een hit. Waarmee ik niet zeg dat het koningslied een hit wordt, maar dat moet er ook een beetje inslijten. Je moet eraan wennen. Je moet die woorden tot je laten bezinken. En als je denkt, ja, dat is krom Nederlands. En misschien later denk je, ja, dat is poëtisch. Ja. Misschien dat Wim Daniëls het dan maar moet schrijven. Maar jij kijkt er gewoon als Belg in Utrecht met een gezonde afstand naar. Ja, dat is wel mooi, dat je steeds zo'n extra laagje hebt, dat je even op afstand kunt plaatsen, dat je kunt verwonderen over de Nederlander, de nuchtere Nederlander, waaruit blijkt, zoals dit met zo'n koningslied, die helemaal niet nuchter is. Ik vind de Nederlander eigenlijk heel hysterisch. Zowel in positieve als in negatieve zin. Ja, toch heel anders dan Vlamingen. We gaan naar Belgen. Belgen die zijn wat dat betreft toch meer van het lichte. Hoewel ze ook natuurlijk wel een hele grote zware dingen achter de rug hebben. Ja, ze hebben een heleboel zware dingen achter de rug. En op den duur ga je relativeren. Als alles in elkaar stort. De eerste keer is dat een ramp. De tweede keer is dat ook verschrikkelijk. En de 50ste keer is dat net zo erg. Alleen denk je, ja, goh, we hebben dat al eerder meegemaakt. Dus we weten wel hoe we daarmee om moeten gaan. Overigens ken jij de verdeeldheid van alleen Vlaanderen ook heel goed. We hadden er voor de uitzending over. Ja. West-Vlamingen kijken met grote argwaan naar Antwerpen. Mm-hmm. Antwerpen kijkt omgekeerd met grote minachting naar West-Vlaanderen. Ja, dat is wel grappig. Dat in mijn boek gaat het natuurlijk over het contrast tussen Nederland en België. Maar als je ziet, binnen België en binnen Vlaanderen zijn er net zo goed weer heel grote verschillen. Eigenlijk kun je de Antwerpenaren een beetje de Hollanders van Vlaanderen noemen. Die met hun mening klaar zitten. De West-Vlamingen worden dan weer als boerkes weggezet. En zo heb je dus heel veel verschillen ook binnen Vlaanderen. Ja, ik heb alweer een mailtje van Amber in het kader van het Koningslied. Oh, ja. Die komt ook met het idee dat een Belg dat lied maar moet schrijven. Want het zal grammaticaal een stuk beter zijn. Omdat ze ook altijd het nationaal dicté winnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Misschien wordt dan ook gezongen met een zachte G. Je weet het niet. Ja. Jij bent geen CEO, geen topman. Nee, absoluut niet. Het hoofd van Essent of TomTom of Heineken, zoals dat hier staat. Toch ben jij hier als jongen van Waregem, 31 jaar oud, toch al meer dan 10 jaar actief in Nederland. Je hebt gewerkt bij de omroep in Amersfoort. Je hebt bij rtv Utrecht gewerkt. Ja. Je bent eindredacteur van BNR geweest. Ja. Kom jij hier toch eigenlijk dan ook maar een soort ontwikkelingswerk doen? Want zo ga ik dit maar eens noemen. Ja, nee, integendeel. Want ik kwam destijds naar Nederland, toen naar Utrecht, om journalistiek te studeren. Eigenlijk met het idee, dan ga ik mijn studie van 4 jaar doen, ga ik weer terug naar België. Waarom deed je dat niet in België? Omdat er toen destijds geen aparte opleidingen journalistiek waren. Ja, maar daar zulke goede kranten toch? De Morgen, nee, Standaard. Ik zeg ook niet dat elke journalist de studie journalistiek gedaan moet hebben om zich te kunnen bewijzen en om een hele goede journalist te zijn. Ik heb geen minuut op die school gezeten. Ik zeg nog niet dat ik een goeie ben, hoor. Krijgen we dat weer? Nee, precies. Met de nodige zelfspot. Je hebt het niet nodig, maar ik wilde me verdiepen in de journalistiek. En daar hebben ze toch in Nederland wel een grote traditie voor. Dus ik dacht van, nou ja, dan gaan we naar Utrecht toe en gaan we kijken of we daar op die school terecht kunnen. En dat lukte ook. Ik werd ingelood, nog voor ik de hele school gezien had. En daarom is het ook zo leuk dat deze bus echt in Utrecht staat. Want ik ben destijds hier naartoe gekomen en ik kende de hele stad niet. Ik wist natuurlijk wel dat er een dom stond. Ik had op de Bonnevoie de trein gepakt naar Utrecht en gekeken van, nou ja, maar eens kijken wat dat voorstelt, die school en waar dat dan zit. Verborgen parel, dat Utrecht. Nou ja, je stapt uit de trein en ik had een heel naïef idee. Namelijk, als je uitstapt in Utrecht, het Belgische idee, dan stap je uit bij het station, dan zie je daar in de verte de Dom staan, weet je dat je daarheen moet lopen en daaromheen zit alles. Al 750 jaar. Ja, maar dat doe je dus. Je stapt uit op het station en dan kom je in Hoog Catharijnen terecht met uitgang dit, uitgang dat, uitgang dat. En nou ja, dan loop je wel eventjes verloren, kan ik je zeggen, als Belg. Maar inmiddels is het helemaal goed en weet ik zelfs beter dan sommige Utrechtenaren me weg te vinden. Ik denk dat jij er ook zal zijn als de Ronde van Frankrijk hier start, maar dat is een heel ander verhaal. Dat duurt niet zo lang meer en dan zal Utrecht over de wereld zichtbaar worden. Misschien wel met een Belgische winnaar van de proloog, je weet het niet. Maar wat is er nou aan de hand? Ik denk even over wielrennen gesproken aan de grote seingever van de Ronde van Vlaanderen. Nu hoofdredacteur van NRC, Peter van der Meers. Mm-hmm. Die zelf heeft gezegd in diverse columns, ook in de Standaard, dat hij zo graag ook Nederlander wil worden. Ja, ik verbaas me daar eerlijk gezegd zelf ook over. Dat zegt trouwens ook een van de CEO's in mijn boek, van ik wil me eigenlijk laten naturaliseren tot Nederlander. En eigenlijk is het een beetje om aan te geven alsof dat de overtreffende trap is van het Belg zijn. Nou, nee, het streven naar Nederlander worden, terwijl hij het beter weet dan Nederlanders. Misschien vindt Van der Meers dat zelf, maar ik heb daar toch een ander idee bij. Het is eigenlijk meer naar de Nederlander toe gericht van, kijk eens hoe goed jullie het hier hebben. En dat moet ik echt als buitenlander in Nederland voortdurend uitleggen. Er is heel veel om trots op te zijn. En dat zie je maar wel terug. Belgen die Nederlanders van hun minderwaardigheidscomplex afhalen. Nou, daar zit ik nou toch even van te kijken hier in de bus in het Moreelse Park. Maar het is echt nodig. Het is zonde als je... Moet dat aan Nederlanders verteld worden? Hoe ja, goed ze zijn? Dat moet aan Nederlanders verteld worden. Komt dat omdat ze het zelf niet willen weten? Eigenlijk weten ze het misschien stiekem wel, maar ze willen het vooral niet te veel vertellen en zich niet te veel op de borst kloppen. Er is een soort van neerslachtigheid, een demoed die hangt in de samenleving. En dat terwijl Vlamingen en Belgen vaak op hebben gezien naar Nederlanders vroeger. Ja, en nog was steeds. Mijn ervaring. Wij vonden altijd dat Nederland ontzettend vooruit liep op tal van gebieden, ook in het bedrijfsleven, dat er al veel meer dingen ontwikkeld waren, bepaalde manieren om efficiënt te werken. En dan keken we altijd, het is eigenlijk een beetje zoals Nederland naar Amerika kijkt. In België dachten we van, nou ja, dat is nu in Nederland zo, dus wacht nog maar even een jaar of 3, 4, dan zal je het hier ook wel zien. Maar er is dus een soort Belgian dream, over pik ik Amerika maar op, een Belgian dream, dat in Nederland het maken toch het opperste is, of niet? Maar hoe doen ze het vervolgens? Nou, dat is natuurlijk vooral de kern van jouw verhaal. Wat is de Belgische aanpak voor ambitieuze managers? He, ondertitel van jouw boek Belg in de boardroom. Nou, die is heel divers. Om maar eens met een paar dingen te beginnen. Christian Van Thillo zegt bijvoorbeeld... Christian Van Thillo is de uitgever van onder andere de Volkskrant. Ja? Precies, hij heeft inmiddels 4 kranten in handen. En wat hij aangeeft is van, ik durf de regels in vraag te stellen. En dat vinden ze in Nederland confronterend. Nederland hangt heel erg vast aan regels, aan stappenplan, aan gewoontes, dingen om zich aan vast te houden. Dat bepaalt bijna de identiteit. Als een Nederlander regels heeft, dan zal hij die ook gebruiken. En in België, om maar eens een voorbeeld te noemen, je ziet heel vaak een stukje weg staan. Er staat een bord ervoor, het is afgesloten, het is afgezet. Dan denk je, ja, er zullen blijkbaar werkzaamheden zijn. Als dan bij de Nederlander komt, die draait meteen om en die denkt van, ja, het is afgesloten, punt. En ik ben dan toch altijd geneigd, als ik niet meteen zie dat die weg helemaal open ligt, om toch eventjes door te gaan rijden. Want voor hetzelfde geld staat dat hek er nog, zijn die werkzaamheden al 2 dagen afgelopen. En daar zie je een beetje het verschil. Ga je mee in die regels? Denk je van, nou ja, dat hoort zo, dus het zal wel zo afgesproken zijn. Of ga je ze in vraag stellen en ga je er tegenin? De structuren op de schop. Peter van der Meers deed dat bij de NRC ook. Werd hem niet door alle redacteuren in dank afgenomen. Nee. NRC nu in zwaar weer. Want de aandeelhouders die willen er vanaf. Hij krijgt het nog behoorlijk voor zijn kiezen. Ja, maar dat is ook niet zo gek. Als je ziet in wat voor situatie de krant verkeert en wat voor maatregelen genomen moeten worden, dan kun je ook wel de nodige kritiek verwachten. Aan de andere kant is het in zaken die kranten ook niet de aangelegenheid van die Britse durfkapitalisten, die eerste Volkskrant en consorten bijna naar de kloten hebben geholpen. Die hebben heel veel pijn gedaan en die pijn is nog steeds voelbaar. Van Thillo doet het vervolgens, die verzachting van die pijn, ook met de nodige empathie. En sympathie en passie. Precies. En vooral, en wat zijn grote voordeel is natuurlijk... Ja, Van Thillo is natuurlijk ook een grote krantenman en een investeerder. Maar hij heeft wel passie voor het vak. Hij zit in een traditie, in een familie die al heel lang een krantenconcern runt. Die liefde heeft voor die drukinkt. En eigenlijk stiekem zelf ook heel goed weet wat de voorpagina zou kunnen zijn. Ik denk in een ander leven zou Van Thillo een hele goede hoofdredacteur geweest zijn van een krant. Mm-hmm. Maar het gaat dus nu niet alleen over hoofdredacteuren of uitgevers. Het gaat, gelet op jouw betoog, op een andere blik, op een andere antenne, op een andere aanpak. Ja. Waar hebben die Belgen dat vandaan? Het zit bijna ingebakken. Kijk, in België groei je op met verschillende culturen. Dan wordt in Nederland meteen gedacht, oh ja, de Vlamingen en de Walen. Maar nog veel meer. Je hebt 2 gemeenschappen, je hebt 3 gewesten, 3 officiële talen. Allemaal verschillende regeringsvormen. Ja, dan weet je dat je met andere rekening hebt te houden. Dat je buurman er niet per se hetzelfde over denkt als jij. Dat hij misschien ook weer een regering heeft, dat hij ook weer regels heeft. Ja, en daar moet je mee zien om te gaan. En het bewustzijn daarvan, dat zit meer ingebakken bij een Belg, terwijl in Nederland eerder zal denken van, nou ja, dit is onze identiteit, dit is Nederland. En daarin zie je ook vaak de fout die gemaakt wordt als Nederland richting België gaat. Dat hij dan denkt van, nou, dat is hetzelfde, dat kennen we natuurlijk wel een beetje. Terwijl daar een heel groot verschil in zit. Dit zin heeft te denken aan het Rijksmuseum, dat nu zo glorieus is geopend. Mm-hmm. Ook bij jullie in de Belgische krant stond dat. Ik zeg nog jullie, terwijl je gewoon Utrechtse Vlaming bent. Krijg toch weer een wijsheid. Dit vertellen ook iets over het verhaal van Nederland. De Gouden Eeuw. Waar toch ook heel veel Belgen bij betrokken waren. Absoluut, België is een heel jong land. Na de vlucht uit 1585. Mm-hmm. België is een heel jong land. Nederland is een oudere natie. Ook geschraagd, deels zeg ik, door kennis uit Vlaanderen. En ja, en die kennis die is er steeds ook gewoon in noordelijke richting gekomen. Om mensen die zich beter ontwikkelden en zo. Die kwamen deze kant op met het grote geld. En de zogenaamde boerkes die bleven achter. En dan denk ik aan het jongere België. Dat toch ook ontstaan is als een politieke constructie van grootmachten. Vroege 19e eeuw. Te maken krijgt ook met een scheuring. En niet over een koningslied. Maar het ging over de taal. Ja. En de Vlaamse onderdrukking. Door die Franstalige Walen. Mm-hmm. Zij hebben dus ook geleerd om te foefelen. Zoals dat in Vlaanderen. Ja, om plan te trekken. Ja. Ja, plantrekken gewoon toch... Wat is plantrekken voor de Nederlanders die dat niet begrijpen? Nou, dat is eigenlijk een beetje ja knikken en zeggen dat je je conformeert aan wat je wordt opgedragen. En ondertussen gewoon jezelf je best doen om het voor jezelf eigenlijk zo goed mogelijk te maken. En zelf dingen op te lossen en niet te denken van... oh ja, daar hebben we iemand voor nodig of daar hebben we de overheid voor nodig. Nou, we gaan het zelf maar proberen in elkaar te zetten. Bijna een beetje bricoleren, maar dat is dan ook weer zo'n Vlaams woord. Ja, het is gewoon je eigen weg gaan. En, een beetje eigenwijs, zelf naar een oplossing zoeken en het zelf wel willen oplossen. En vooral en niet te veel andere mensen nodig hebben. En je belastinglekken ontduiken en zo. Ja, dat is bijna een sport in België. Zo kun je er ook tegenaan kijken. Er was een tweet van Draakmug. Hun muziek is beter, de radio is beter. Vergelijk 3FM maar met Stubru. Tijdschrift is beter, Humo. Maar het Nederlandse woonbeleid is beter. Nou ja, dat is denk ik dat Gerd De Smyter dan nog maar in Utrecht houdt. Hè? Nou ja, over het woonbeleid gesproken, dat is wel mooi als je de grens overgaat. Dan zie je natuurlijk de chaos, wanstaltige woningen in België. De lintbebouwing, dingetjes die aan elkaar gebouwd zijn. Ja, dat kun je niet mooi vinden. Maar het voordeel is wel, als je in België gaat bouwen, dan woon je wel in je eigen huis zoals je het zelf wil hebben. In Nederland ziet het er inderdaad heel ordelijk uit. Maar als je in de Leidse Rijn ergens vrienden gaat bezoeken... ja, dan rij je hopeloos verkeerd. Want die ene straat ziet er precies hetzelfde uit als 7 straten erachter. Een eenvormige chaos. Een eenvormige chaos, zo kun je het noemen. Ja. Ik zei het op de gekscherend. Belgen nemen Nederland zo langzamerhand over. En niet alleen in de boardroom. Maar hoe is het? Hoe is de situatie in de werkelijkheid? Nou ja, nogmaals, het gaat niet alleen over uitgevers en kranten. Nee. Overnemen is een beetje flink aangezet. Maar het is wel zo dat je op een heel aantal toch wel flink cruciale posten... neem nou het Nederlandse bier, Heineken... Jean-François van Boxmeer is een Belg. De directeur van Grols is een Belg. We hebben net ook over Christian Van Thillo gesproken. Het water, Vitens, wat hier in Utrecht zit... waar heel veel mensen hun drinkwater vandaan halen. Ja, daar zit ook een Utrechtse, of een Belgische aan de top. Maar hoe komt dat? Zijn er geen Nederlanders die dat kunnen? Tuurlijk zijn er ook net zo goed Nederlanders die dat kunnen. Die dat misschien even goed kunnen. Maar ze hebben een voordeel. Die Belgen hebben al hard moeten vechten... om uit dat kleine landje daar vandaan te komen. Dat is het natuurlijk ook. Ja. En het zegt ook wel iets over Nederland. Want Nederland is heel erg op zoek naar... kunnen we het anders doen? Misschien zijn we wel klaar met het poldermodel. Misschien is al dat overleg niet zo goed. We hebben een beetje behoefte aan daadkracht. Aan een nieuwe, frisse blik. En ook aan mensen die nog geen verleden hebben... binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Dat scheelt natuurlijk ook. Ja. Mevrouw Wensink is aan de telefoon. Ja. Vertel. Nou, ik vond het wel leuk zoals de heer Smyters vertelde... dat hij als Belg toch vond dat hij zich minder aan de regels hield dan wij Nederlanders. En de voorbeelden die hij gaf over dat afgesloten zijn... en toch even gaan kijken of het nog van geldt. Dat heb ik dus ook, dat doe ik al heel lang. Dan denk ik, ja, hallo, ik ga eerst even kijken of het klopt. En ik heb dat ook met een Rood Kruis bijvoorbeeld... als één baan zogenaamd dus al afgesloten is. En dat is al heel van tevoren, is dat al zo. En dan gaan mensen heel braaf naar links. Dan denk ik, nou, ik eerst eens even een stukje door... om te kijken hoe ver dat, of waar het begint. En soms is er helemaal niks aan de hand. Ook vergeten om het kruis weg te halen. Dus dat herken ik wel. Maar ik heb niks met... Ik bedoel, ik ben geen Belg. Maar u heeft wel een beetje Belgische mentaliteit. Ja, misschien hebben hij en ik wel iets van hugenoten in ons verleden of zo. Ik weet het niet, maar daar komt het ook een beetje vandaan van mij. Maar waar woont u, mevrouw Wensink? Waar woont u, mevrouw Wensink? Ik woon in Hilversum. Ja. En wat ik ook nog herinner is dat hij vertelde iets over... we hebben heel veel om tevreden over te zijn, dat klopt ook wel. Maar ik denk dat je dan ook heel erg vanuit je eigen situatie kijkt... naar waar je bent of woont. Ik denk dat heel veel mensen toch wel het gevoel hebben... dat ze een beetje tussen wal en schip vallen. Ja. Dan zie je de mooie dingen misschien niet meer zo goed. Precies, maar er zit ook iets zelfgenoegzaams in. En wat ik een belangrijk punt vond net van Gerd De Smyter, mevrouw Wensing, ja, is dat Belgen komen vanuit een onverwachte hoek. Dat de Nederlanders te veel in hun structuren zitten en dat misschien die structuren hen hinderen om verder te komen. Dan wel dat er misschien geen prikkel is. Gerd De Smyter? Nou ja, er wordt heel vaak geroepen in Nederland van out-of-the-box denken. Maar eigenlijk wordt er in Nederland te weinig out-of-the-box gedacht. Door alle bestaande regels en afspraken is die box eigenlijk vrij klein waarbinnen er gedacht wordt. In België heb je niet zo snel een box. Mevrouw Wensink is... Wordt bedankt voor haar mooie bijdrage. Het is een vraag van Dirk binnengekomen. Zit er überhaupt een Nederlander in België aan het roer van een bedrijf? Of zitten ze daar alleen belasting te ontduiken? Vraag van Dirk. Of er veel belasting zit te ontduiken? Nou, dan zou ik vooral zeggen van ga eens langs in Braschaat. Ga daar eens een middagje shoppen en dan heb je het antwoord al heel snel. Maar er zijn inderdaad ook wel Belgen die in Nederland aan het werk zijn. Duco Sickingen bijvoorbeeld, die zat bij Telenet. Die is daar nu net opgestapt als CEO. Maar ook aanstaande donderdag is er iets de boekpresentatie van dit boek in Brussel. En dan zitten we aan tafel met de directeur van Luchthaven Charleroi, wat ook een Nederlander is. Mm-hmm. Dus er zijn inderdaad ook wel wat Nederlanders actief, maar niet zoveel als België hier in de Nederlandse boardroom. En dat is dus blijkbaar toch ook een geesteshouding, een mentaliteitskwestie. Ja, het zegt ook heel veel over de Nederlanden. Dat die Belgen welkom worden geheten. En dat ze daar, nou ja, dat er eigenlijk bijna naar opgekeken wordt hoe die Belgen dat aanpakken en hoe ze dat doen. Dat zag je ook toen Van Thillo de PCM-kranten overnam. Zijn er iets van 500 banen verdwenen. En eigenlijk ging dat in relatieve stilte is dat gebeurd. Dat is toch wel opmerkelijk. Maar het is, zo te horen, ook haal meer uit Belgisch kennis en kapitaal. Is het ook een kwestie van onderwijs? Daar zit een heel belangrijke basis. Het motto wat ik aan het begin van het boek heb vermeld is... Belgen weten meer, Nederlanders weten beter. En dat bedoel ik niet alleen mee dat Nederlanders bedweters zijn... en dat is allemaal... Zeg dat nog eens, Belgen weten meer en Nederlanders weten beter. En daarmee bedoel ik dat België iets meer inhoudelijk in de kennis zit. En dat heeft met het onderwijs te maken. Dat ze al van vrij jongs af aan de leraar voor de klas hebben. Dat die vertelt wat de kennis is. En dan moeten de kinderen hun mond houden. En dat vooral absorberen en niet tegenspreken. En je hebt wel eens het idee dat het in Nederland anders is. Dat kinderen zelf op zoek moeten naar die kennis. Dat met elkaar moeten delen. Daar met elkaar over praten. En dat is een heel andere insteek die je krijgt. En met Nederlanders weten beter. Daar bedoel ik vooral mee dat Nederlanders veel beter weten hoe ze die kennis naar buiten toe moeten brengen, hoe ze die moeten verpakken. Waar de Belgen te vaak in een hoekje blijven zitten met die kennis. Ja, je zal er wel een keertje mee naar buiten moeten treden. Nederlanders weten het ook onderling steeds beter. Hè? Dat zie je dus nu met dat Koningslied. En dan komt weer grote kritiek op Mark Rutte. Die zegt, tjaka, hè, volgens Buma, ga naar de autoshowroom. Ja. Kortom, maar is Mark Rutte eigenlijk een Belg? Nou, hij zou willen dat er... Ik denk dat Mark Rutte eigenlijk stiekem wel zou willen... dat er meer Belgen zouden zijn in Nederland... om een beetje de relativering aan te brengen... die ons land op dit moment mist. En ons land bedoel ik Nederland. Zie je, jij bent ook al van Nederlands. Ja, dat krijg je als je meer dan 10 jaar in Nederland woont. Ja, maar goed. Nu gaat dit boek de wereld in. En niet alleen in Nederland, maar ook in België. Is er ook een Franse vertaling van, of niet? Nee, er is nog geen Franse vertaling van. Maar wie weet is dat is dat een volgende stap. Of België in de bestuurskamer. Boardroom is iets minder bekend in België. Maar daar wordt die net zo goed uitgegeven. En de grap is dat er zijn eigenlijk weinig Nederlanders die weten... dat er best wel veel Belgen in Nederland aan het werk zijn. Maar in België weten het eigenlijk ook niet. En daarom zijn het een aantal mooie succesverhalen van Belgen die het in het buitenland gemaakt hebben. In België kijk je toch nog altijd eventjes van... ja, wat gek dat Belgen het goed doen in Nederland... zonder dat ze een poot worden uitgedraaid. Want dat denken de Belgen al heel snel. Als je naar Nederland gaat moet je opletten, want binnen de kortste tijd... dan word je aangepakt. Maar... Jij bent hier natuurlijk gewoon een soort Vlaamse propagandist. Is dat zo? Hoe is het in het noordwestelijk deel waar we zitten voor Europa? Is dit mogelijk ook nog eens een model voor andere landen? Want ik krijg hier een e-mailtje van Lucas. Die zegt België lijkt op Italië. Iedereen vaart zijn eigen koers. In Nederland wijst iedereen naar de overheid als iets niet naar hun zin is. Belgen pakken het zelf op. Nou, je hebt in België natuurlijk model ook wel, dus voor Europa? Wel het cliëntalisme. En je ziet de verschillen inderdaad met Nederland... waar het gewoon heel transparant en heel zakelijk wordt gewerkt. Maar ik vind het af en toe toch ook wel prettig om een persoonlijke relatie te hebben met iemand. En te weten van, nou, die gaat het voor me regelen. En dan heb ik het niet alleen over vriendjespolitiek of over rare praktijken. Maar gewoon dat je weet van, oké, die persoon ken ik, die gaat het voor me oplossen. Dat draagt ook wel iets meer bij aan de warmte. En dan heb je minder de kilheid van, dat is de overheid, die moet het voor ons regelen. En krijg je een soort van wij-zij-spel. En het wordt dan ook onpersoonlijk, die overheid. Ja, maar het woord warmte pik ik op. Ja. Dat is misschien iets wat we ook moeten meenemen voor de komende tijd. Want, dat zou ik Nederland vooral toewensen. Het wordt sowieso wat warmer buiten ook, zo te zien. Maar ja, het gaat, nogmaals, het gaat over die geest. Het gaat over de mentaliteit. En over de persoonlijke relatie die mensen hebben. Bedoel je dat dit boek toch ook een soort mentaliteitsomslag zou kunnen betekenen? Althans, zou kunnen bijdragen aan iets waar Nederland zo dringend behoefte aan heeft? Nou, het is vooral fijn om even door die Belgische ogen, door die ogen van die Belgische CEO's, naar Nederland te kijken, hoe zij het land zien en waar zij tegenaan lopen. En je dan eens af te vragen van, is dat wel normaal zoals wij het hier doen? Moet er maar een Belgische premier in Den Haag komen ook? Nou, volgens mij kan dat staatsrechtelijk niet. Kun je niet met een Belgisch paspoort kun je de politiek niet in. Je kunt van alles zeggen, maar in België hadden ze daar zelf ook de grootste moeilijkheden mee. En nu hebben we daar dan dus als resultaat Elio Di Rupo. Die moet het ook maar eens een keer allemaal komen uitleggen. Misschien wel bij ons in Utrecht, in Moreelse Park. Er is nog veel te doen aan de mentaliteitsverandering in Nederland. Met een Vlaamse esprit, zou ik zeggen, op zijn Vlaams. Gerd De Smyter, dankjewel. Jij gaat naar je presentatie. Dit was Lijn 1. Over de Belgen in de boardroom. Goedemorgen. Zag je iets aankomen? Enerzijds wel, anderzijds niet. Ik heb aan het begin van de crisis wel eens een lezing gehouden waarin ik voorspelde dat de werkloosheid wel zou kunnen oplopen tot ruim boven de 600 of zelfs 700.000. En dat leek toen aanvankelijk erg mee te vallen. Ik dacht, ik zat er compleet naast. Want deze crisis heeft veel minder ernstige gevolgen voor de werkloosheid dan voorgaande crisis. Maar blijkbaar is het effect alleen maar uitgesteld. En zien we nu uiteindelijk het effect wat ik en ook overigens andere economen en het Centraal Planbureau eigenlijk aan het begin van de crisis al verwachten. Ja, als je